In het district Nikkeri is de rijstsector de grootste gebruiker van oppervlaktewater. Maar naast rijst worden er nog andere producten verbouwd, zoals groente en fruit. In vergelijking tot de rijstboeren zijn het kleinere gebieden. Maar ook deze bedrijven zijn belangrijk en hebben behoefte aan water. Dat de rijstsector de grootste productiesector in het district Nikkeri is, dat wist u al. Wist u ook dat er een bloeiende fruitteelt, groenteteelt en veeteelt heerst? Deze voorzien in de eigen behoeften, maar exporteren ook. Vandaag horen wij hoe zij aan uw water komen. Welkom bij Over Water in Nikkeri. David en Goliath. Daar lijkt het op wanneer je de vergelijking maakt tussen de 46.000 hectare die wordt gebruikt voor rijstproductie en de circa 3.000 hectare van andere niet-rijstbedrijven. Zo zijn er twee stalweides in Nikkeri voor veeteelt. Het vee is niet alleen voor Nikkeri, maar wordt ook verkocht in Paramaribo. De twee belangrijke gebieden voor groenteteelt zijn Nani Drooggewas en KGVP. Daarmee is Nikkeri geheel zelfvoorzienend in de vraag naar groente die op de lokale markt wordt verkocht. Tot slot is er het Bakovo-bedrijf voor de export naar Europa, Food and Agriculture Industry, FAI. Deze sectoren krijgen hun water voornamelijk uit de primaire kanalen. Zo nemen het Nani Drooggewas en de stalweides het water uit het Van Wouwkanaal en FAI gebruikt water uit de hoofdaanvoer van de Eropolder Zuid. Alleen KGVP moet het water via een rijstbedrijf krijgen, dat van Baitali. De rijstboeren zijn leidend en bezig met de oogst, dus ze hebben totaal geen water nodig. Dit komt vaak niet ten goede van de andere sectoren. Wat merken de leden van de KGVP ervan en hoe gaan ze hiermee om? Wanneer het oogsttijd is, krijgt de KGVP meestal problemen met watertoevoer. Reden waarom? Als de zaak afgesloten is via Nani Verdeeld Sluis, moet de KGVP dan, als het goed is, genoeg water hebben in huis opgeslagen in zowat 10 kilometer aan binnenkanalen. Als dat niet voldoende is, dan komen de boeren in problemen. Wij van de KGVP proberen zoveel mogelijk schoon water vanuit Nanibekken te gebruiken. Waterkwaliteit is voor ons ontzettend belangrijk. En in verband daarmee hebben wij laatst gesprekken gevoerd met OWMCP om te kijken in hoever testpunten in de buurt van ons gebied opgezet kan worden. Normaliter ben ik op kantoor en na 3 uur kom ik samen met mijn kinderen hier op mijn veld waarbij we bezig zijn te planten. Momenteel ziet u dat ik bezig ben op te schonen. Ik heb ook een buis aangelegd voor aquacultuur. Omdat water van het vis als fertilizer werkt, dat kan ik dan ook gebruiken voor het groenteteelt. En de grootste reden is eigenlijk dat wij willen overstappen naar biologische telen. Zodat wij de mogelijkheden bekijken hoe het steeds beter kan. En dit is een van de oplossingen. Ik weet dat vissen, de afval van vissen op de bodem gaan. En wanneer je dat gebruikt, ook het klei van het bodem en het water zelf is dan, heeft al dan die meststoffen die een plant nodig heeft. Het totaalgebied van Waterloo Nursery is bedoeld voor groenteteelt en zou in gebruik genomen moeten worden. Maar dan is er in de huidige situatie niet genoeg water. Er is een studie gedaan in 2012 om de waterbeheersing van het gebied te verbeteren. Deze is ingediend bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Meneer Amsamuj, ik zie gras, ik zie koeien en ik zie water. Dus jullie hebben hier geen problemen. Nee, meneer Ristie, het is wel dingen makkelijk gezegd. Maar je hebt problemen in een bepaalde periode. In droge tijd heb je lager waterstand hier, waar als je koeien
dingen hier water komen drinken, zitten ze ook vast, waardoor ze ook doodgaan. En in de regentijd heb je last van hoge waterstand. Zelf in de stal wij er binnen. Er is geen goede lozingen aangelegd, waardoor ook koeien binnen vastzitten en doodgaan. Wat zou er moeten gebeuren? Ze moeten gewoon goede lozingen aanleggen, waardoor het water nou wegstroomt in de regentijd. En in de droge tijd moeten ze ervoor zorgen dat het genoeg water blijft, zodat die koeien hier hun water op een makkelijke wijze kunnen drinken. Wat hebben jullie als noodmaatregel gedaan? In de regentijd hebben we een paar lozingen zelf aangelegd, dus op eigen kosten. En nu zie je dat die koeien wel goed hebben. Het is voor een moment, maar later, als het droge tijd is, heb je een lage waterstand hier. Dat gaat liever voor de koeien kosten. Hoeveel koeien ga je dood? In de droge tijd ongeveer 20-30% koeien dood, als gevolg van het watertekort. Hier achter me ziet u de bananenaanplant van de FAI, de Food and Agriculture Industry Suriname. Meer dan 1000 hectare aan bananen die wordt geëxporteerd naar Frankrijk. Deze aanplant krijgt ze water vanuit een zijtak van het Favau-kanaal. Gelukkig hoeft er alleen in de droge tijd gepompt te worden. Tijdens de regentijd valt er genoeg water voor deze bananen. In de droge tijd wordt er met de pompen van de FAI bijna 4 miljoen liter water gepompt. De groente, fruit en veeteders houden dus wel het hoofd boven water. Maar de watersituatie is voor deze sectoren niet ideaal. Meneer Van der Kooijen, ik heb gesproken met andere boeren dan rijstboeren en het blijkt dat zij ook water nodig hebben. Hoe kan het ministerie van LVV daarin voorzien? Ons systeem is meer gebaseerd op rijstcultuur, waarvoor het systeem dan is opgezet. Maar natuurlijk zijn er andere boeren zoals tuinbouwers, veehouders, noem maar op, mensen die aan aquacultuur doen en die hebben ook water nodig. Nu is het systeem zo dus dat in de droge tijd, wanneer men oost, hebben juist die boeren minder toegang tot water en daarin moet sowieso verbetering in komen. Waarom werkt het nog niet allemaal goed? Nou, het probleem is dat niet alle kunstwerken nog in play zijn. We zijn toevallig hier bij eentje die er perfect bij staat, maar een heleboel kunstwerken moeten nog erbij komen. Er moeten ook nog onderhoud gepleegd worden aan een aantal kunstwerken, waardoor het water dan zodanig kan regelen dat de boeren anytime over een bepaald minimum peil kunnen beschikken in de kanalen, waardoor de rijstboeren dan geen last hebben, maar de overige watergebruikers wel water kunnen trekken uit het systeem. Hoe zou dat kunnen gebeuren, meneer Van der Kooijen? Nou, het is een kwestie van een aantal factoren. Eén factor die daar een zeer belangrijke rol in speelt zijn de inliggende waterschappen. Die ervoor moeten zorgen dat de dammen op niveau zijn, op peil. De inlaten die ze hebben bedienbaar worden gemaakt. Zodanig dus dat als hun kokers afsluiten, dat er geen water meer in hun velden gaat tijdens de oost. Kunnen we een bepaald peil handhaven. De veeboeren hebben dan geen problemen meer. De tuinbouwers die kunnen anytime over water beschikken. En dan hebben we een goed draaiend systeem. Ik ben weer onder de indruk. Dit keer van de creativiteit van de diverse ondernemers die onder zeer moeilijke omstandigheden toch hun bedrijf draaiende houden. Er zou een systeem moeten zijn waarbij iedereen op elk moment voldoende water heeft. Maar het is er nog niet. Daarbij hebben de waterschappen een belangrijke rol. Dat brengt ons naar het volgende item. Wat weet u van de inliggende waterschappen? Bent u benieuwd?
kijk naar de volgende aflevering van Over Water in Ikeri.